Ja, ik vind ook een beetje lavoir. Ja? Hij komt het licht ervoor, dan plak ze gewoon met bloemen, is al veel mooier. Tja, het is ook wel een beetje tegendraads, zo'n wolparade. De Lievelderenaren hebben wel wat weg van de Galliërs uit de boeken van Asterix en Obelix. Regelrecht gaan ze hier tegen alle Corso-tradities in. Toevallig of niet, de wagens staan dit jaar in het thema van helden. U heeft dit nog nooit gezien? Ik heb dit nog nooit gezien. Nee, dit is voor mij de eerste keer. Ja. Een vol Corso, hoe komen ze erop op? Ja, vind ik ook. Al in 1979 werd de eerste wagen met wol uit een nabijgelegen tapijtfabriek beplakt. 18 jaar geleden werd besloten dat fruit en bloemen op de praalwagens hier uit de boze zijn. Het is hier alleen wol wat de klok slaat. Ik vind het uniek, ja. Waarom dan? Volgens mij is het nergens anders in Nederland dan alleen hier. Hoe goed ze hun best ook doen, het zit de Lievelderenaren niet erg mee. Voor het derde jaar op rij wordt het wolcorso overschaduwd door slecht weer. Het is geen geweldig weer, dat is ook jammer, want het scheelt ons waarschijnlijk toch wel een 1000 tot 1500 mensen. Dat is heel erg jammer. Terwijl de stoet voorbij trekt, kijkt de jury met een strenge, doch rechtvaardige blik toe. Over de kwaliteit van de wagens dit jaar hebben ze niet zoveel te klagen. Ja, een mooie blikvangende grootte. Ja, lekker weer, lekker in kleur. Ja. En voor zo'n klein plaatsje is het een geweldige grote wagen. De Lievelderenaren zijn al maanden bezig met plakken van wol, van groot tot klein. En als je dan al die tijd aan je eigen karretje hebt gebouwd, dan wil je natuurlijk niet door zo'n vervelende verslaggever worden opgehouden. Hij moet wel een beetje doorlopen. Oh ja, we moeten een beetje opschieten. Nou, ga maar dan.